Goedenavond, dames en heren. Het is vandaag alweer 16 juli. Is alweer één week van mijn vakantie weer voorbij. En ik zit nu samen met mijn familie, met mijn broer en zijn gezin. Zitten we bij Happy Italy. Gaan we even lekker uit eten. Het is de laatste dag dat ik hier zit en dan ga ik weer terug naar Zeewolde. Want dan gaan we weer bekijken of we een vakantie kunnen prikken. Prikken? Boeken in ieder geval, dat bedoel ik. Prikken, ik bedoel boeken. Maar als even nog antwoord afwachten van vrienden. Daar, van de moeder ligt in het ziekenhuis. Dus als ze maandag of dinsdag naar huis mag, dat we dan alsnog een vakantie boeken. Normaal zou ik nou in Tunesië zitten. Maar helaas, ik kon dus niet doorgaan vanwege dat de moeder opgenomen in het ziekenhuis moest worden. Dus, nou gaan we even lekker eten. Of niet dan, James? Huh? Ja. Yummy, yummy, yummy. Lekker eten. Lekker spaghetto. Spaghetti, Italiaans eten. Kijk, samen met zijn vrouw en zijn zoon. De kakbal. Oh, wat lekker, wat ziet dat allemaal lekker uit. Allemaal eet smakelijk, allemaal aan de pasta. Oh, eet smakelijk, Leonie. Oh, kijk eens aan. Hij heeft, weet dat er weer konijnenvoer erbij, extra erop. Lekker hoor. En dit is mijn eten. Zo, ik heb mijn best gedaan. Ik heb mijn bordje flink leeg gegeten. Knap van mij, hè? Ja. Kijk, mijn broer die is nog lekker aan het eten. En het is eigenlijk ook een beetje vol. Hij kan eigenlijk ook al niet meer. Maar ja, hij gaat nou door omdat ik hem aan het filmen ben. Zometeen stopt hij wel. En mijn schoonzus die is eigenlijk ook al vol. Maar ik schat in dat ze nog wel wat gaat eten, maar dat schat ik in. En mijn neefje, die is weer bezig met zijn telefoon. Ja. En hij gaat dat niet opeten. Hij kan niet meer, zegt hij. Hij is vol. Hij eet alleen de lekkerste dingen, eet hij op. Mijn neefje eet alleen de lekkerste dingen op. Hij heeft alleen de garnalen opgegeten. Ik had hetzelfde eten als hij. Ik had ook garnalen met pennen en roomsaus en een beetje Parmezaanse kaas erdoorheen. Was wel lekker, maar ik ben nu wel vol. Het enige wat ik misschien nu nog kan eten is een ijsje of zo, maar dat ga ik niet hier eten, maar dan ga ik waarschijnlijk bij de Pinkwind maar eten. Dus mijn neefje moet naar de Pinkwind rijden zometeen. Ah, dat doet hij wel. Oh, we hebben ons buikje helemaal rond gegeten, hè? En dan gaan we even een wandeling maken. Even laten zakken. Even onze buikjes laten zakken. En even een paar kilo's weer eraf lopen. Wat we erop hebben gegeten, of niet, James? Ja hoor. Dat is wel heerlijk. Zo lekker, oef, hè? Nou. De pasta. Maar elke maand wel zo. Ja, dat geloof ik. Oh, ik ben helemaal papzat. Die loop je dadelijk wel uit. Oh. Kijk, allemaal. Kijk, ze zijn allemaal gras aan het eten voor de graskaas. Die mensen daar hebben gewoon koeien achter in de tuin, zie je dat? Kijk, wat is de natuur toch altijd mooi, hè? Hier in Twente. Echt een mooi natuurgebied. Er staat wel één zo'n kerel erop, maar ja, dat maakt niet uit.
Nou ja, bijna een vogel kun je het bijna noemen. Een vogel verschrikken. Moet het nog verder lopen, James? Ja hoor. Hoeveel kilometer nog? Nou, 5. 5 kilometer? Ja, oh, minstens. Dat valt nog mee, denk ik, toch? Ja. Valt er altijd mee. Ja. Als je maar geen zere knieën hebt. Nee. Ik ben al moe van het lopen. Veel te veel gegeten deze dagen. Je bent een loom. Altijd als ik naar mijn broer ga, is altijd eten, 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 eten. In plaats van drinken. Ja. He? Bij onze familie is altijd eten. Ja. Wij drinken niet zoveel. Nee. Nou ja, drinken niet zoveel, ik bedoel. Wij zijn oosters. Wij drinken wel, maar gewoon limonade of water. Zo. Maar geen sterke dranken of zo. Nee. Bij ons is eten heel belangrijk. De belangrijkste, ja. Ondergrond. Inderdaad. Ach ja, zo is iedereen verschillend natuurlijk. Ja.